Een salade van kleine inktvisjes is erg lekker als voorgerecht of in bijvoorbeeld een tapasmenu. Je kunt het ook zo lekker combineren als je zelf wilt. De meest voor de hand liggende is de combinatie met mediterrane kruiden. Daar gaat het deze keer dan ook over. We gaan eens kijken wat er allemaal op de snijplank en in de mengschalen komt te liggen. Ik begin met de inktvis. Deze kun je bij de meeste toko's of andere exotische supermarkten wel in de diepvriezer vinden. Als voorgerecht heb je per persoon aan één zo'n puntmutsje wel genoeg. Maar ik kook zoals gebruikelijk weer voor een heel weeshuis, dus er ligt wat meer op mijn aanrecht. De inktvis snij ik in dunne ringen. Dat gaat erg makkelijk, zeker als je een scherp mes gebruikt. Als de inktvis gesneden is, spoel ik deze nog af en zet hem dan op met ruim water en een lepeltje zout om de ringen een goed half uur te laten koken op matig vuur. Als ik de ringen zacht genoeg vind, giet ik deze af, spoel het af met koud water en laat het verder afkoelen terwijl ik met de rest van de voorbereidingen aan het werk ben. Ik merk wel op dat het belangrijk is om de inktvis goed te laten uitlekken. Je wilt namelijk geen aanhangend water dat zich kan mengen met je lekkere dressing. Terwijl de inktvis staat te koken, stelt Misha zijn dressing samen. Dat wil zeggen, een theelepel zout, een theelepel zwarte peper, een halve deciliter olijfolie van de beste kwaliteit, azijn. Je ziet nu in beeld rijstwijnazijn, maar als je zelf azijn gebruikt die je lekkerder vindt, is dat natuurlijk geen enkel bezwaar. De kok voegt ook een eetlepel citroensap toe. Dan pers ik 2 tenen knoflook fijn. Als je, zoals ik, een bolletje Chinese knoflook gebruikt, komt dat overeen met 4 flinke tenen knoflook uit een gewoon bolletje. Houd daar dus wel even rekening mee. Dan gebruik ik voor de dressing nog een takje verse tijm dat ik klein hak. Al dit lekkere spul meng ik met elkaar tot een mooie dressing waar de gekookte inktvis in komt te liggen. Ik plaats de schaal met de inktvis en de dressing enige tijd in de koelkast om deze te laten koelen. Intussen bewerk ik om de salade verder aan te kleden wat rode ui in stukjes of in ringen, een stukje rode paprika, wat verse sla en misschien een stukje komkommer. Je zult verder zien dat onze kok allerlei menusuggesties voor de garnering toepast. Want je kunt ook denken aan olijven, pepperonipepertjes, alfa-alfa en zelfs wat sesamzaadjes. Het is haast grenzeloos. Als de inktvis is gekoeld, kun je deze uit de koelkast halen en vervolgens de salade gaan opmaken. En wat je hier in beeld ziet, is mijn voorbeeld. Leef je uit! Want als je nooit wat probeert, ontdek je ook nooit wat nieuws.